eerste dikke baars naast de woonboot op de netterik. Dat is juist de grote kracht van de netterik. Het doet bijna niks, maar dat is juist wat de vis wil. Nou, je ziet het. Het werkt. Mooie dikke baars op de gracht. Zo, goedemorgen roofmeisters. Zoals jullie het misschien al zien, zijn we vandaag in Amsterdam. Nou is dat op zich niet heel bijzonder. Amsterdam zal bij veel van jullie wel bekend staan als een stad waar je goed vis kan vangen. Vandaag is de aanpak iets anders dan anders. Ik ben vandaag op pad met Rico Stougi en je kan wel zeggen dat hij gespecialiseerd is in een bijzondere techniek, namelijk de netrig. Ik ga vandaag eens kijken hoe dat precies in zijn werk gaat. En bovendien zijn we vandaag van plan niet naar de geëikte stekken te gaan, dus niet naar de pontjes op het ei en dergelijke. Dus een beetje andere dag dan anders, maar we gaan hopen dat het verschil maakt. Zo, goedemorgen Rico. Goedemorgen. We zijn vandaag in Amsterdam. Ben je er klaar voor? Zeker weten, man. Lekker weertje meegenomen ook? Ja, zeker. Vandaag gaan we lekker de binnenstad in. Tenminste, net buiten het centrum. Buiten de geëikte stek om. Iedereen kent de stek wel op het ei, noem maar op, bij de pontjes. Vandaag pakken we het anders aan. We gaan vandaag lekker pielen tussen de woonboten. Dit soort kiertjes, smalle kiertjes. Op zoek naar de dikke baarzen. Misschien een snoekbaarsje of een snoek. Maar niet met de standaard technieken. Vandaag vissen met de netterik. Steeds populairder aan het worden. Ik vis er eigenlijk al een paar jaar mee, maar sinds vorig jaar ben ik eigenlijk meer mee gaan vissen. Omdat ik toch wel merk dat het echt verschil kan maken. Ik hoop het vandaag te kunnen laten zien. Ik zal je straks, ga ik straks wat tips en uitleg geven. Over waar ik vis, hoe ik een vis, waar je op moet letten, wat er allemaal is, zo, bla bla bla. Maar eerst gaan we even lekker vissen. Ja, klinkt goed. Kijken of we het kunnen vangen. Nou, de eerste... Dat is vrij snel. Dat is vrij snel. Nou, je ziet het. Het werkt. De eerste dikke baars naast de woonboot. Hij heeft hem goed gegrepen, zoals je ziet. Op de netterik. Fantastisch. Als de hele dag zo doorgaat, dan... Als de dag zo doorgaat, dan... Kun je ons borst nat maken. Zeker weten. Het eerste wat me eigenlijk opvalt is dat je vrij snel van plek naar plek gaat. Ja, dat doe ik eigenlijk met een reden. Het is echt zoeken. En dan, ja, er zijn altijd wel hotspots waar je altijd kan vissen. Ik bedoel, zoals nu staan we hier op een brug. Er liggen een paar woonboten liggen hier. Dus sowieso, die woonboten zijn echt plekken die je echt niet moet overslaan. Zeker deze tijd van het jaar, het water wordt wat kouder. De vis gaat toch een beetje de beschutting opzoeken, de warmte. Ja, die woonboten, daar komt altijd warmte vanaf. Dus er zijn ook plekken waar de vis gaat liggen. Het is inderdaad ja, lopen en eigenlijk gewoon de hotspots mee pakken. En dan maak ik 2-3 worpjes en nou, als ze er liggen, dan pak je ze. Of ze hebben gewoon geen zin, of ze zitten er niet. Maar niet te lang blijven hangen, gewoon een paar worpjes. Kijken of er wat zit. Zit er niks, meteen door. Veel beweging dus. Veel beweging. Goed schoeien zo lang en lekker lopen. Je ziet wel een hoop van de stad zo. Ja, lekker hè. We zitten nu een beetje net buiten het centrum. Prinseneiland heet het hier. En zoals je al gezien hebt, een hoop woonboten, bruggetjes, steigertjes, dingetjes, troep in het water, paaltjes. Ja, dit zijn gewoon de plekken waar je het zoeken moet. Het is net een hoop lopen en kijken waar de vis ligt. Maar dat is het mooie met streetfishing, zeker hier in Amsterdam. Elke plek waar je gooit, daar kun je gewoon een dikke vis liggen. Nou, je zag het net al, de eerste de beste worp, meteen een mooie baars erop. Tussen een woonboot en de kant, nou, het zal zijn een halve meter breed. Dus er stond misschien 40, 50 centimeter water, maar ze liggen er gewoon. Weet je, een hoop mensen lopen er voorbij, maar het is echt zonde. Zeker met die netterik, laat hem gewoon even lekker stilstaan. Kijk wat hij doet. Ik kreeg geen aanbeet, tik hem een stukje door.
Dat is mooi met die netrik. En ben je dan echt van plan om in de buurt van de binnenstad te blijven? Ja, de binnenstad is eigenlijk wel de stekker waar ik het meest zou gaan vissen. Juist omdat hier al die woonboten liggen. Ik ga even een korte uitleg geven van wat is de netrik nou precies. In eerste instantie zou je denken, als je het ziet, denk je van ja, het stelt eigenlijk helemaal niks voor. Dat is juist de grote kracht van de netrik. Het doet bijna niks, maar dat is juist wat de vis wil. Dus iedereen is gewend om met loodkopjes te vissen. Gewoon met standaard rond loodkopje met een setje of met een Carolina rig, wat natuurlijk erg populair is en ook effectief. Maar de netrik is daar toch net even anders van. Het is juist eigenlijk het belangrijkste bij de netrik, less is more. Een prachtige techniek om juist in deze tijd van het jaar en straks in de winter te gaan vissen. Hoe vis ik hem eigenlijk? Ik gooi hem in naar een plek waar ik denk van daar ligt de vis. Draai je de lijn strak, laat hem gewoon rustig staan. 10, 15, 20 seconden. Hij zit eigenlijk op de bodem niks te doen. Maar de vis komt toch kijken van hey, wat is dat? De sets die ik gebruik zijn voornamelijk van het merk Seaman. De grote kracht van de Seaman sets is dat ze enorm drijvend zijn. In combinatie met het platte kopje, een zogenoemde mushroom jig head. Daar zit het al, hij is plat, afgeplat. Daardoor zal hij altijd plat op de bodem blijven staan. Merk je op een gegeven moment na die 10, 20 seconden van oké, er is niks. Tik hem een stukje verder, maar dan niet een halve meter of een meter. Nee, gewoon 10, 15 centimeter en laat hem dan weer staan. Wat hij gaat doen, hij staat rechtop op de bodem. Ja, door de beweging van het water zal het, zoals ik nu ook zie, het staartje zal een klein beetje bewegen. Tik hem een stukje verder, gaat hij plat en hij komt altijd weer recht overeind te staan. Tik hem een stukje verder en hij komt altijd weer terug rechtop staan. En dat is het grote geheim van de netrik. Het drijvende. Dit is de classic TRD waar het allemaal mee begonnen is. Het komt uit Amerika. De rig is gemaakt eigenlijk om zoveel mogelijk vis te kunnen vangen op één dag. Het grote geheim van de Seaman sets is niet alleen dat ze drijvend zijn, maar vooral de Elastec formule die ze gebruiken. En dat is dit. Je kunt aantrekken wat je wil, het gaat nooit kapot. Je kunt er bij wijze van spreken 100, 200 baars opvangen en het ding blijft gewoon heel. De TRD, dus, dat is waar het allemaal mee begonnen is. Het is gewoon een classic, ja, het is eigenlijk een soort een worm. Het lijkt een beetje op een drol. Dat is eigenlijk het beste aasje waar ik nog steeds het meeste mee vang. Daarnaast heeft Seaman ook een aantal creatures. Nou, creatures kennen we wel van het Carolina Rake en dergelijke. Ook voor de netrik zijn er creature baits. Een andere favoriet van mij is de Ticklers. De Ticklers zeggen een aasje als de TRD niks vangt, zet de Ticklers erop. Garandeert dat je dan wel vangt. Ook die gaat altijd weer rechtop staan. Alleen wat deze als extra heeft, is een paar kleine tentakeltjes. Dus wat die zullen doen, is dat ze altijd een beetje bewegen onder water. Juist als hij stil staat en ze gaan bewegen, trekken de vis toch om dan toch dat ding op te pakken. De andere favoriet, de Hawks. Met twee pootjes, iets groter is deze. Deze vis ik over het algemeen net even iets sneller. En dan wel echt strak over de bodem. Een soort kreeftimitatie. Dan hebben we nog de Bugs. Het gaat al iets meer richting een kreeftje. Mooi losse staartjes. Dit is echt een toppertje voor de baars. Als je echt specifiek voor de grotere baars wil, gooi de Bugs erop. Ben ik nog eentje vergeten, ik zal hem er even bij pakken. De TRD Crawls. De Crawls is een echte kreeftimitatie. Zoals je wel zal zien. Het mooie aan deze is, deze gaat altijd ook helemaal rechtop staan, maar het zijn voornamelijk die pootjes die het verschil maken. Als je een kreeft onder water ziet staan en hij verdedigt zich, gaat hij altijd met zijn klauwtjes omhoog staan. En dat is wat de crawls perfect imiteert. Dat zijn een beetje de aasjes waar ik graag mee vis. De vraag je misschien af, oh leuk, ik wil het gaan proberen, waar kan ik het krijgen? Voor mij is er eigenlijk één webshop, winkel in Nederland die alles op het gebied van de netrik heeft en dat is Bait Nation. Bait Nation heeft bijna alle kleuren, alle kopjes, alle gewichten. De nummer 1 netrik webshop, absoluut. De kopjes waar ik mee vis, die zijn eigenlijk het belangrijkste. Sowieso het water waar we hier vissen is het al niet nodig om zwaar te vissen. De netrikkopjes
kenmerkend zijn ze zo altijd afgeplat. Dat zijn de typische mushroom heads. Deze is dan van TT Lures, de netlocks. Kleine haakjes, echt finesse. Deze 1,8 gram. Ik zou hier ook nog maar 2,8 gram kunnen vissen, maar de kunst om zo licht mogelijk te kunnen vissen. Daardoor blijft de set nog makkelijker rechtop staan. En ik kan hem heel, heel mooi langzaam kan verplaatsen. En dat is de kracht van de netrig. We waren net een beetje met de TRD aan het vissen, daar hadden we die mooie baars op. Ik heb nu de tikkels erop gedaan. Even een iets verder kleurtje, ondanks dat het water helder is. Kijk wat de vis daar een beetje zin in heeft. Nog één belangrijke tip. Zie men altijd in het originele zakje bewaren, alsjeblieft. Gooi het bij andere sets. Door de weekmakers die in de Zeeman set zitten, zal het echt gaan smelten. Ook had het niet goed tegen de warmte, heb ik helaas mogen ondervinden. Afgelopen zomer met de hittegolf was grotendeels van mijn sets volledig gesmolten. Bewaar het alsjeblieft het originele zakje, dat is echt de beste tip voor Zeeman die ik je mee kan geven. Nou, de volgende vis. Klein visie, maar je ziet het op de tikkels. Het werkt wel. Komt nou een beetje actie in weer? Ja, er is wel een verstekje waar er een paar liggen. Dat is iets groter. Weer op de tikkels. Maar je ziet echt, ja, die kleine gaatjes hier tussen, wat is het hier, halve meter breed? Nou, nog niet eens denk ik. Liggen er wel. Ik zet hem maar terug. Op naar de volgende. Zo is het. We zijn een tijdje verder, het is nu het begin van de middag. De natuurlijke kleuren werkten schijnbaar niet. We zijn weer teruggegaan naar de tikkels, de koppertreus. De kleur die vanmorgen wel een paar leuke vissen opleverde, nou, je ziet het. Teruggaan naar de felle kleur en dat is weer een baarsie. Dat is mooi voor in het bekkie. Hup, los. Wachten we naar zijn vriendjes toe. Mooi vis, Nico? Ja, dat is een mooie vis. Ik hoop dat die blijft hangen. Vandaag helaas geen schepnetje meegenomen. Bam! Hebben, kijk. Daar doen we het voor. Top, man. Mooie dikke baars uit de gracht. Ik denk aan een pencil. Toch weer die felle kleuren, je ziet het. Ja, de donkere kleuren eigenlijk helemaal geen actie. Totaal niet gewoon, nee. En je gaat terug naar die felle en gelijk weer nou, twee vissen. Los. Kijk. Helemaal mooi. Prachtig man. Mooie baars. Oeh, een kantje lacht hij. Nou, gaan we hem in het water laten vloepen. Hoppa. Nou, we hebben nu een aantal mooie baars op de netrig gevangen. Ik wil even wat anders proberen. Een kleine skirted jig van 3 gram. Een klein kreefje eronder. Wederom wel een beetje fel kleurtje. Dat willen ze graag vandaag. Even kijken of dat werkt. We zijn nu ondertussen een uur of 4 aan het vissen en een paar mooie vissen gevangen. En nog een paar kleintjes, maar
We hebben toch het idee dat er meer uit te halen valt, dus gaan we een beetje van ons plan afwijken. De netrig hebben we ingewisseld voor een skirted jig, omdat het anders wel heel snel ging met het verspelen van de loodkop. Je zit hier veel vast in de stad, dat is een beetje het nadeel. Ook gaan we zo toch meer richting het centraal station, meer richting de geëikte stekken. Er ligt vaak vis, er wordt ook meer gevist, maar kijken of we daar verschil kunnen maken. En Rico pakt vis. Ah, kut. Los? Ja, los. En in de boom. Zonde. Dikke baars ook weer. Nou, die skirted jig die bewijst zich dus vrijwel direct. Ik ga zo meteen even de andere stek opzoeken en dan gaan we nog een paar mooie vissen voor de camera proberen te krijgen. Op de skirted jig. Toppie, oh man. Op de jig. Moet hier meer vis halen zijn. Het kreeg constant aanbeten hier zo. Vanaf de andere kant haalde ik het net niet. Ik ben vanuit de andere kant lopen. Jij zag ook een aantal futen zwemmen toch? Ja, het zwom hier net een aantal futen en ik voelde al een paar goede tikken erop. Dus ik weet zeker, er moet hier nog meer uitkomen. Worden groot, hè? En gelijk nog één. Iets groter. Weer op de jig. Moet meer te vangen zijn, absoluut. Zou je wel zeggen, hè? Elke worp had ik gewoon tikkies erop. Dat ik even stap laten vallen, tikkie, boem. Nummer twee. Er komen zeker meer uit. Weer een mooie baars. Lijkt het alsof ze elke keer een stapje groter worden. Nou, inderdaad, deze zijn ook weer een slag groter. Dit is gaaf, wist het. Rico, ik zie dat je die netrig en die skirted jigs aan dezelfde hengel vist. Ja. Wat voor hengel is dat precies? Ik ben zelf met een... Ik zal dat van binnen eruit even laten zien. Ik vis zelf met een Shimano Bass One. 3 tot 10 gram. Hij is volgens mij 1,98 lang, zoiets. Lekker kort voor in de stad. En zoals je net al ook gezien is het altijd tussen de bomen, tussen de troep, tussen de kabels, noem maar op. Het is gewoon belangrijk dat je gewoon een lekker kort hengeltje hebt. Je kan de vis goed sturen. Je hoeft geen verre worpen te maken, dus je hebt totaal geen lange hengel nodig. 10 gram is een mooi allround werpgewicht voor in de stad. Zeker als je niet het ei op gaat, maar echt de binnenstad zoals wij nu doen. 10 gram is zat, meestal vis je toch veel lichter. 1000 molentje eronder. Dit is gewoon Rarenium 1000. Meer dan zat. Zorg gewoon dat je molen goed in balans met je hengel. Gewoon uitgebalanceerde setup. Mooi groen lijntje erop, goed te volgen in het water. Onderlijntje fluorcarbon, heel belangrijk, want je vist veel tussen de troep en dergelijke. En fluorcarbon is natuurlijk heel slijtvast. Ik pak hiervoor altijd 30/100ste, even wat dikker. Mijn hoofdlijn is trouwens een 12/100ste. Het is vrij dik voor een finesse setup, maar zoals je net al zag, moet de vissen regelmatig tussen de zooi vandaan trekken. En als je dan met de 600ste en de 20/100ste fluorcarbon, de vraag is gewoon, dat maakt het voor jezelf heel moeilijk. De vis gewoon gerust wat dikker, de vis merkt er helemaal niks van. Hij ziet het, het werkt. Jig werkt ook. Begon natuurlijk met de netrig. Een paar mooie vissen opgevangen, maar die jig, nou ja, ziet één pootje is inmiddels weg door die paar baarzen. Maar blijf vangen. Dus we gaan gewoon nog even door. Gaan we verder kijken of we nog wat uit kunnen trekken.
helemaal de stad in. Oh, zit. Oh, baars. We beginnen nou toch een beetje aantallen te vangen. Ja, weer een mooie baars. Weer een andere techniek. We hebben vandaag met de netrik natuurlijk begonnen. Net een paar mooie baars op de Skirted Jig en nu op de Cheburashka. Wel met het aasje van de dag, de tiklers. Weer leuke baars. Tussen de rondvaartboot erdoor. Pak snoekbaars denk ik wel hoor. Oh. Oh joh. What the fuck is dit? Oh, baars. Helemaal nat gespetterd, maar er was er weer een. En ik zag tijdens het drillen zag ik er nog een paar achteraan komen. Dus ik ga deze even een stukje verderop terugzetten en dan kijken of die anderen ook kunnen vangen. Zo. Zag je dat? Er kwam een enorme baars achteraan. Ja, die was echt heel groot. Een leuk maatje, maar er kwam echt een enorme baars achteraan. Niet normaal. Kijk of we die ook kunnen vangen. Die was echt groot. Zo, toch naar het eigen gaan? Voor de snoekbaars. Vangen we een baars. Oh, hij is al los, hè? Toch een baars zie ik van het ei. Weer op de tiklers, ja, hij schoot al los net. Vis nummer 15, 16, zoiets? Ik heb geen idee eigenlijk. Telk blijft geraakt. Dat is niet belangrijk. Zo, de dag is ten einde. Een paar mooie baars kunnen vangen en uiteindelijk toch nog wel redelijk wat aantallen met verschillende technieken. In eerste instantie een beetje weggebleven uit de binnenstad, maar uiteindelijk toch voor gekozen om ook meer richting de geëikte stekken te gaan. Helaas geen snoekbaars, daarvoor gingen we nog even naar het ei op het einde, maar het mocht helaas niet zo zijn. Wat zeg jij ervan, Rico? Ik denk dat we van mogen spreken van een geslaagd dagje. Ja, ik denk het eigenlijk ook wel. Ja, we kwamen natuurlijk voor de netrik. Nou, dat heb je kunnen zien. Het werkt. We hebben gezien hoe het moet, wat ik gebruik. Dus dat stuk is zeker geslaagd. Zoals je al zei, we waren inderdaad niet van plan om naar de geiten stekken te gaan. Maar nu zijn we toch inderdaad op het ei geëindigd. Twee baarsjes gevangen. Helaas geen snoekbaars. Gek genoeg niet. Hier in Amsterdam. Zou je verwachten een pakje van snoekbaars. De meeste mensen komen echt voor de snoepbaars in Amsterdam, toch? Ja, precies. Nou, zoals we kunnen zien, er zijn nog genoeg andere mogelijkheden, dus doe je je voordeel mee. Ja. Slaagdag. Ik denk, de waker doet dit. Ja, dat gaan we zeker doen. Top, man.